Retropop, the day after. Verschaald bier, plastic bekers, een achtergelaten bankstel. Na een jaar voorbereiding, 15 dagen opbouwen en 1 dag festival, moet de boel weer worden opgeruimd. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. Ja, een groot feest met 15.000 hele vrolijke bezoekers. Ook het nieuwe Future Stage met jong talent was volgens de organisatie erg geslaagd. Er is natuurlijk een behoorlijke nieuwe soort cultuurrevolutie op muziekgebied in Nederland. Heel veel jonge bands, singer-songwriters die doorbreken. En aan het publiek te zien, en er stond veel ouder publiek ook bij Future Stage, die genoten daar zichtbaar van. Hoe retro is retropop nu nog? Heel retro. Ik bedoel, de eindact was 74 jaar, dus zeer retro. En op Future Stage hadden we natuurlijk ook nog even Armand erbij, bij de kick. En als we over één retroman hebben, dan is het wel Armand. Toch is het evenement niet helemaal zonder incidenten verlopen. We waren in die discotent, het was ongelooflijk leuk en gezellig daar. En op een gegeven moment zeiden de DJ's van, er is een ongeluk gebeurd. En we willen graag iedereen vragen rustig de zaal te verlaten. Ja, er is een hek van een balustrade van de discotent is op voor ons onverklaarbare wijze naar beneden gevallen. Dus eigenlijk zijn alle bezoekers heel rustig naar buiten gegaan en via de uitgangen konden ze prima weg. Dus daar was niet heel veel onrust en liepen we om de tent heen en toen zagen we al wel dat er mensen op de grond lagen. En op een gegeven moment ook al een ambulance erbij, dus toen hadden we wel door van oké, dit is wel ernstig. Ja, heel onprettig. Het was vlak voor het einde van het festival, om 12:15 gebeurde het. Ja, dan heb je een hele leuke dag erop zitten. En dan is het toch even slikken, hè? Dat je straks naar het ziekenhuis moet om te kijken hoe het met die mensen gaat. Maar gebroken enkel is natuurlijk heel vervelend, maar gelukkig viel het uiteindelijk wat dat betreft mee. Rest nog wel de vraag waar de verantwoordelijkheid voor het incident ligt. Ja, tuurlijk voel ik mij verantwoordelijk, maar ik weet niet waar de verantwoordelijkheid ligt. En dat zullen wij met betrokken partijen gaan overleggen. Wie zijn die betrokken partijen? Dat is natuurlijk de tentenbouwer en ook de gemeente speelt hier een rol in. Morgen zitten de partijen om tafel. Ondertussen gaat het opruimen de komende dagen verder. Donderdagavond gaan de 9 mannen van de organisatie zelf nog met prikkers het veld rond, zodat vrijdag de sporen van het festival amper meer te zien zijn.